Ruben van Muilwijk. En ik ben de gezagvoerder van de stichting Piet Hein voor vandaag. Even een paar spelregels uitleggen. Zoals u weet wordt er niet gerookt aan boord. En dat is meer in het bijzonder beneden. Het is een oud schip, het is allemaal droog hout. Dus als hij in de fik gaat, dan blijven alleen de stalen om het schip te drijven. Stapje af aan de bakboordzijde, het toilet. Die hebben daar een koninklijk gezit. En voor de heren, bij het stuurhuis trap je naar beneden aan het stuurboord, kunnen daar terecht. We gaan vandaag varen naar de Maasvlakte 2 om u te laten zien hoe het daar vanaf het water eruit ziet. Waarschijnlijk ontmoeten we ook nog de nodige zeehonden daar in de Europoort. En dan gaan we via het Kalmkanaal en de Rozenburgsluis op de nieuwe brug door die daar recentelijk is aangelegd. Terug via het Hakkenkanaal Oude Maas naar hier naar de ligplaats waar we dan vanmiddag hier 5 uur weer zullen zijn. Mocht het ergste gebeuren wat u zich voor kan denken is op het schip, dat is dat we gaan zinken. Daarvoor hebben we daar grote kisten geplaatst met voor ieder een zwemvest. En we zijn met zo weinig dat er wel voor die niet twee zijn. Twijfelt aan het drijfvermogen. De geschiedenis van het schip ga ik vanuit dat u die allemaal een beetje kent. Mochten er mensen zijn die meer van het schip willen weten en eventuele verhalen over het schip, dan in de stuurhut even melden. En dan met een groepje van een man of 5 is er altijd wel een bemanningslid bereid om u in te wijden in de sappige verhalen die zich hier aan boord hebben afgespeeld. We willen gaan varen, dus dat gaan we ook gelijk doen. Ik wens u een hele prettige dag. U heeft er wel een prachtige dag voor uitgekozen. En dan komt het helemaal goed. Dankjewel. Mooie tijd. Ja, maar ook niet bij AFB.
dat is eigenlijk niet op de markt. Nee, maar ik bedoel van, nu, ik ben nooit met hem lopen. Dus nee, maar kijk, net zoals toen wij hadden zo'n naar wat ik trouwens slag was. Soms, maar nu was het gewoon raw beeld. Je weet het niet.
wilde gewoon dat we het iedereen is nog ineens meer nodig. Ik wilde dat gewoon allemaal over mij hebben. Ja. Ik bepaal dan nog wat ik vind. Ja. Wat daar is. Ja. En waar altijd. Dat is nu wel echt verleden tijd hoor, dat werkt ook niet meer nu. Ah. Ik ook niet, maar... Ja, ja, we moeten even gaan blazen. Op de zomer komen dan... Wat kan minder? Ja, blijft nu nog een beetje hangen. Als we de hele dag zitten. Word je dan in beeld geselecteerd of is het van oh, ik wil van die... Nee, was het natuurlijk. Maar als de verbinding goed is, dan ga niet zelf helemaal inzoomen op mijn camera om te kijken of welke exact ja, mijn is dat. Ja, ik tik gewoon vaak door en dan moet zij maar kijken. Net zoals bij Rotterdam. Ik doe niks anders, ik fotografeer het gewoon en alles wat gewoon doen. Ja. Maar dat wordt het nu leuk om te doen, dus dat wordt voor jou zo'n vraag. Ja, maar ik vond het wel een beetje. Dus je kan hier dan wat komen. En die gasten die mogen toch helemaal niks meer doen aan de bril. Dus die mogen alleen misschien een beetje troppen. In principe mogen ze eigenlijk niet doen. Daarom zie je tegenwoordig van mijn vrienden. In het donker, en dus het is heel erg donker. Dat is de reden. Ik vind het wel mooi in de bril. Ja. Het past wel bij. Ja, het is heel spul, maar ze zetten alles heel laag gesatureerd in de camera. Ja. En dan meestal nog een beetje onderbelicht. Ja. En dat gooien ze door. Maar van writers vind ik het nu soms. Het klopt gewoon niet. Kijk, je hebt gewoon bepaalde beelden dat het onderwerp in de schaduw staat en de rest is uitgebeten. Als je daar helemaal niks aan kan doen, dan denk ik, ja, stuur het beeld dan maar niet, want het kan gewoon zo. Dat is voor mij, dat is ook de industrie, weet je, die heeft gezegd, en alle roeptoeters voor mij, weet je, iedereen die vindt overal wat. Ja. Iedereen die zegt tegenwoordig van, oh ja, nee, dus Photoshop en maar... Zo weet je vroeger het ook al? Ja, maar tegenwoordig... Je stuurt nu een beeld en twee tellen daarna ontploft Twitter en daar zitten die grote techbedrijven, Reuters, AP, Getty, AFP, die zitten daar niet op te wachten. Want, had je tweet gezien? Ja, rot op. Ja. Dat is nou wel een lul joh, kuttekop. Ja, wat is... Ja, maar dat zijn mensen die geloven zo in hun eigen gelijk en in hun complot en die zien overal... Nee, maar dan zie je de antwoorden, weet je, A, begrijpen ze nog geen eens van de A. Ja, dus is die nou Photoshop of begrijp ik het? Nee, jij begrijpt het inderdaad niet, kuttekop. Je weet geleden. Ja, weet je, dit is toch... En daarbij... Hey, je hoeft voor mij echt niet... Het is zeker mijn kleur niet en zeker mijn partij niet. Het is nog steeds wel de minister-president. Dan hoef je daar niet voor op je knieën te vallen. Maar een heel klein beetje respect. Ik vind het zo. En iedere keer denk ik weer, weet je wat, ik ga mezelf gewoon helemaal verwijderen op Twitter en Facebook en alles. Maar dan heb ik zoiets. Ja, maar dan weet je, dan moet ik alle kranten lezen. En dan weet je eigenlijk nog niet helemaal precies wat er speelt. Nou weet je ook niet wat er speelt. Maar je weet in ieder geval, er zijn een aantal dingen die spelen die heel erg gevaarlijk zijn. Weet je, ik heb al gezien dat mensen daarom, ik wil nog wel weten wat er aan de hand is. Ja, nee, de eind was. Dat is een oude.
Organic green tea.